Goedendag allemaal. Mijn naam is Gabe van Wijk. Ik ben VN jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling. En ik heb deze zomer mijn bachelor aarde en economie gehaald. Jullie vragen je vast af, wat kan je in godsnaam doen met die studie aarde en economie? Je staat op het punt om een keuze te maken voor een nieuwe studie. En dan vraag je af, ja, later als ik groot ben, waar kom ik dan in terecht? Nou, die vraag stelde ik mezelf ook. En kijk waar ik nu ben. Ik sta hier op de klimaattop in Mexico, Cancún, COP16 noemen ze dat ook wel. En samen met een heleboel andere jongeren heb ik de afgelopen 2 weken gestreden om jongerenstandpunten in de klimaatonderhandelingen te betrekken. Als er iets een aarde- en economie-onderwerp is, dan is het natuurlijk klimaat. Aan de ene kant spelen hier de belangen van geld ontzettend grote rol. Wie gaat betalen en wie krijgt het geld? Welke landen? Aan de andere kant is het natuurlijk heel belangrijk dat de urgente problemen van de klimaatverandering voor de deur staan. Nu al zorgt klimaatverandering voor hele grote problemen. En nu al kunnen wij mensen daar zeker wat aan doen. Wil je een ontzettend leuke en interactieve studie? Kies aarde en economie en kijk wat je voor de hele maatschappij kan doen. Dankjewel.